Gordon heeft in de afgelopen vijf jaar flink geprofiteerd van zijn exclusieve contract bij SBS 6, ondanks de vele kijkcijferflops die hij veroorzaakte. Opvallend genoeg voelt hij geen schaamte voor zijn bijdrage aan de mislukkingen en stelt hij zelfs dat John de Mol, de eigenaar van SBS 6, een dommoor is. Na bijna vijf jaar bij SBS 6 te hebben doorgebracht, verklaarde Gordon dat de vlag uitging toen zijn contract afliep, ondanks zijn tegenvallende programma's. Volgens Gordon kwam dit door een conflict met John de Mol. Ik zat op de strafbank bij John de Mol en dan moet je met leden ogen toezien hoe iedereen en alles programma's krijgt en jij niet. Omdat ik gewoon zeg wat ik vind en sommige dingen zijn gewoon niet goed gedaan. En ja, daar kan hij niet tegen. Dus ja. Gordon beweert dat John de Mol zijn grootste fan was toen hij hem nodig had, maar dat hij uiteindelijk als een ontzettende domboor handelde. Ondanks de vele televisieflops zegt Gordon dat hij miljoenen heeft verdiend met zijn contract bij SBS 6 en dat hij er heerlijk van kan leven. Tijdens een gesprek in het programma Roddelpraat, waar hij eerder niet welkom was, maakt Gordon opnieuw een opvallende opmerking. Hij belooft nu zelfs om fysiek bij hen langs te komen en te zingen, maar Dennis Gouten wijst op zijn euthanasiewens en zegt, maar dan moet je niet nog jaren wachten, want dan ben ik er niet meer.